Dag lekkere geitenbrei is van me. Hier is ome Willem en vandaag gaan we vrachtwagenchauffeur aflevering 26 doen. En we hebben dit keer niet last van Duitsers. We gaan namelijk naar een heel ander land. En wil je weten welk land? Kijk gewoon even de intro af. Gewoon even doen. Even doen. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goede beurtwinschen chauffeur! Yeah! Ja, met de kuch erbij. En dit keer gaan we dus eventjes... Huppakee, het spel voor tevoorschijn tonen. En we gaan tomaten vervoeren. We gaan namelijk weer van Italië of naar... Waar is het van Torino naar Bern? Volgens mij is het van Italië naar Zwitserland. En anders dan is het van Zwitserland naar Italië. Ik wou in ieder geval ik wou iets nemen wat zeg maar naar Italië ging. En waarom? Omdat ik dat veel fijner vind. Jongens, grafisch is het achteruit gegaan. Dat komt omdat mijn... Euro Truck Simulator een beetje ging knoeien met de mods. En voordat mijn bestand corrupt ging raken, had ik zoiets van, dat gaat mooi niet gebeuren. Dat gaat mooi niet gebeuren. Want dadelijk ben ik weer mijn levels kwijt, net als vorige keer. En zodoende heb ik dus eventjes gezegd van, die mod gaan we er gewoon uitgooien. Ik ga nog wel op zoek naar een nieuwe mod of een realistische mod. Ik denk dat het gewoon outdated is, weet je wel. Als een mod niet is van nu... Dan wordt het oud en dan doet hij het niet. Nou, we gaan hier naar links. Dus ik steek vast mijn kijkwijzer aan. En wacht even, we moeten altijd naar rechts kijken, links kijken. Nou ja, rechts komt niks aan, links komt er wat aan. Absoluut niet, dus we gaan op ons gemakje een bocht maken. En we hebben best wel een grote vracht hebben we ons bij ons met tomatos. En jullie weten het, als ik bots of crash, dan wordt onze vracht veranderd naar ketchup. Automatisch, hè? Dat is gewoon keihandig. Dat vind ik netjes dat dat gewoon in het spel zit geïntegreerd. Maar we krijgen dan ketchup. Nou, ik heb eigenlijk alles eruit gehaald. Alle mods, ook de speciale wagens en de wat nieuwere wagens. Dus misschien krijg je nu krijg je gewoon een standaard het spel te zien hoe het eruit zag. En ja, het ziet er niet mooier uit. Nee, dit is geen mooi spel als je die mod niet hebt geïnstalleerd. Maar het spijt me, ik ga nog op zoek naar een nieuwe mod. Ik hoop dat dit de gameplay niet... beschadigd voor jullie. Want ja, het blijft natuurlijk gewoon in de vrachtwagen rijden. En bestuur zit weer lekker niet los. Dat komt omdat hij onder het stof zat. Je hebt van die nopjes eronder. En als die nopjes, als daar stof onder komt... Ja, dan plakken ze niet goed. Maar ik vind het ook zo smerig om er dan 3 liter kwel op te gooien. Weet je wat, dat doen mensen. Dan hebben ze zo'n zuignap voor de auto. En dan geven ze zo'n vieze, gore lik eraan. Weet je wat, dat het kwel eraf stroomt. Dat is gewoon smerig. Dat doe je niet. Maar ja, sommige mensen doen het. En... Ja, dan krijg je dus zo'n hele vieze afdruk. Weet je wel? Kijk, ik heb een houten tafel. Houten bureautafel, dus dat maakt niet zo uit. Maar als je dan zo'n raam hebt, dan zie je van die vieze, spuuglelijke noppen erop. Dat is smerig, weet je wel? Dat doe je niet. Zo. Dus we gaan door. En we gaan kijken, het gaat niet zo hard. Mijn vrachtwagen gaat niet hard. Maar we zitten ook best wel hoog op de bergen. En ik bedoel, als ik daar naar beneden ga van de berg, dan ga ik weer automatisch harder. Dus dat is eigenlijk een beetje het nadeel. Maar dit is echt, ja, ik vind dit fantastisch om hier te rijden. En waarom? Italië is wel een van de mooiere landen waar je doorheen wilt rijden. Dus ik heb eigenlijk een beetje een vracht gekozen die expres, die dus in ketchup kan veranderen. En Italië, geen Duitsers, daar zijn we dan vanaf. Ik ga eens even kijken, hebben we een mailtje? Even kijken hoor. Oh, dat... Woe! Ik kan niet 2 dingen tegelijk. Wacht. Hoe doen we dit? Hoe doen we dit? Ik weet het niet meer. Wacht even. Rustig, oké. Okay. Rustig kijken. Nee! Oh, je moet F5 doen. Shit! Ik zit weer te kloten. Ik moest F5 doen. Kijk. F6. We hebben tomaten. En we gaan van Bern naar K4. Zeg maar helemaal niks. Maar ik geloof wel dat we nu in Italië zitten. En... Hé, hey, een andere vrachtwagen. Ik ga niet toeteren. Nou ja, nu ben ik te laat. Ik moet wel de weg in de gaten houden. Oké, we gaan goed. Zo. Wat hebben we nog meer? We hebben geen schade. Ook al leek het er net verdacht op. En we verdienen 5000 euro. Is niet heel veel, vind ik. Nee, ik vind 5000 euro voor wat ik verdien tegenwoordig met mijn vrachtwagens. Dat is... ik heb trouwens, jullie weten, ik heb 2 mensen aangenomen. 2 mensen die rijden voor mij in dienst. En dat is fijn. Dat is heel fijn.
Want dan ben ik eigenlijk een beetje een eigen baas. Weet je wel, als je eigen baas bent, is het gewoon goed. Oh. Weet je, ik denk nou aan Johnny Cash, weet je dat? En weet je waarom ik denk? Omdat Johnny Cash een nummer had gezongen. Ik weet niet of hij het was, ik weet het niet. Of het Johnny Cash was. Maar hij zong zo... On the road again. Just can't wait to get on the road again. Dit was geen Johnny Cash. Wie was dat nou? Hank Williams? Nee? Ik weet het even niet, zo'n koude zanger. Was niet On the Road Again, was van iemand anders. Die van, nee, ik weet het niet meer. Nou ja, maakt niet uit. Hij zong een lummer. Zet het in de comments als je het weet. On the road again. Just can't wait to get on the road again. I love to make music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. La 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 la. But the best friends. Existing that the world can turn away. And away. It's on the road again. Ik denk dat ik wel mijn licht aan ga doen. En waarom? Het wordt alweer donker. Ik zie dat het al 9 uur 's avonds is. 9:15. En dat is al... Ik haat dat, hè. Dat weten jullie. Ik haat dat. 'S avonds moet je niet op de weg. Hetzelfde geldt voor auto's. Mocht je een auto hebben, 's avonds op de weg. Het is rustig op de weg, dat klopt. Maar het nadeel is dat je zo... Het is zo vermoeiend. Ik bedoel, daglicht is beter voor je ogen, joh. Of je moet een zonnebril op hebben voor de zon, weet je wel. Dan is het gewoon fijn. Maar 's nachts rijden is niks aan. Je ziet niks van omgevingen, weet je. Je volgt een paar streepjes op de weg. That's it. Je kijkt op een paar verkeersborden. Nou ja, dat doe ik dan niet. Maar een normale iemand zou inderdaad gewoon op verkeersborden kijken. Weet je wat wel lekker is aan Italië? Het is inderdaad, het is heerlijk rustig, maar het is ook minder van dat snelweg-idee. En dan is het gewoon relaxed, weet je wel. En lekker bergjes op en af. En nou moeten we trouwens de snelheid in de gaten houden, want ik weet dus niet hoe hard ik hier mag. Ja, het is geen Duitsland dat je oneindig hard mag gaan natuurlijk. Er zit wel een limiet aan. En er zit weer een vrachtwagen voor mijn neus en die gaat weer op zijn remmetjes hoor. En ik denk dat we nu richting de grens komen, dat weet ik niet zeker. Ik zie wel Italië en Zwitserland vlaggen. Nou, tanken hoeven niet, daar zit nog voor de helft vol. Maar er zit wel zo'n man voor mijn neus. En die rijdt dan op zo'n speed, op zo'n snelheid, dat je denkt van die moet je inhalen, weet je wel. En dan hier mag je inhalen, want hier zitten streepjes. Dit is geen doorgetrokken streep. En hier wel. Dus wat ik nu doe is eigenlijk helemaal niet goed. En zeker wat ik nu probeer te doen, rustig, hou je vrouw in controle, vindt ze goed zo. Oké. En hier mag je eigenlijk alweer inhalen, want hier zitten streepjes. Als het zeg maar een doorgetrokken streep is, dan ben je de sjaak. En dit stukje kan ik nog wel herinneren van Italië. Hier heb ik al eens meer gereden. En hier was ik toen, hier had een aflevering, als jullie het nog weten. Dat ik een... Mijn vrachtwagen was kapot. En ik kon elk moment kon die eigenlijk kapot gaan. Of zeg maar stoppen met rijden. En ja, dat is natuurlijk minder als je natuurlijk in de middle of nowhere zit. In Italië, weet je wel. Maar het gaat tot nu toe goed. Ik heb niks gebotst, ik heb niks gedaan. Hij gaat wel erg slow, mijn vrachtwagen. Dat zeg ik je eerlijk. En je kan nog best wel wat zien. Ik heb expres gekozen om in Italië te rijden, omdat het juist heel mooi uitziet qua omgeving. Maar dan hoop je juist niet dat het donker wordt, want dan word je verblind. Je wordt verblind door de nacht. Ja, en dat is minder. Oh, een scherp bochtje. We gaan hier omhoog. Gewoon 80. Onthouden een 80. Nou, die vrachtwagen haalt het niet. We gaan onder een tunneltje door. En dat, hier rechts moet je kijken. Ik mag eigenlijk niet... Kijk, omdat ik me afleid, maar ik vind het fantastisch, moet je kijken. Dit is toch echt het mooiste. Toen ik hier voor het eerst reed in Truck Simulator, dacht ik van, wauw, dit is echt zitschen. Oh, dus ik ben in Duitsland dadelijk. Ik mag geen Duits gaan praten. Daar zijn we vanaf. Duitsland hoeven we hopelijk ook niet doorheen meer. Niks tegen Duitsland. Maar tegen het rijgedrag van Duitsland ben ik een beetje op tegen. En dat moeten jullie ook weten. Oh jee. Ja, kom op vrachtwagen. Ik mag hier 80 en mijn vrachtwagen kan niet harder dan 44. Dat komt natuurlijk door al die trots tomaten. Ik bedoel, ik heb ongelooflijk veel tomaten. Dat is gewoon ontelbaar. En dan moet ik ook nog eens met die tomaten gewoon een hele... Ja. Een hele berg op, zeg maar. Ja, dat is het nadeel van Italië. De rit kan wat langer duren dan normaal. Omdat, ja... Dat al die bergen er zijn in Italië. Maar ik zou, dat is best wel gek misschien, maar ik zou best nog wel eens naar Italië willen. Ik denk dat dat een prachtig land is.
Hier mag je 50. Wat is dit, jongens? Oh, met al de bochtwerkjes hier. Oké, hier hebben we scherpe bochtjes. Dus we mogen niet harder dan 50. We houden het in de gaten. Ja, echt een vlakke gangetje hoor. Maar ja, ik zie hier ook geen beveiligingscamera's of zo, weet je wel. Dus ja, maar je moet het voor je eigen veiligheid doen. Dat klopt. Hier doen we best wel scherpe bochten. Ik zou hier niet met 100 overheen willen, want dan ligt mijn tomaat. Dan krijgen we echt ketchup. Dat is niet de bedoeling. Alhoewel, ketchup is ook niet mis, denk ik. Maar volgens mij is het... Nee, maar dat zou natuurlijk raar zijn, weet je. Tomatenpletten hebben niet gelijk ketchup. Dan heb je wat anders! Shit! Shit! Dat gaat hem niet worden, denk ik. Alhoewel. Wop, wop. Jullie moeten meehelpen duwen. We gaan toch één keer proberen, wacht even. Ja, dan zit je vast hier en dan denk je, mijn god, we gaan de wegenwacht bellen. Jongen. Ja, ik zit vast, ik kan niks anders doen dan wachten. Nou, dan wachten we maar. En waar zitten we nu bij? Het is nog steeds nacht. Moeten we repareren? Even kijken, service. We gaan even kijken, kunnen we iets repareren? 7000 euro, nou dat hebben we makkelijk. Maar geld is 450.000, dat kunnen we wel verrepareren. Nou, de vrachtwagen is gerepareerd. We gaan meteen weer het zicht nemen van in de vrachtwagen. Dat is het beste wat we kunnen doen. Ja, we gaan maar even kijken. Waar moeten we weer heen? Ik hoop dat we dadelijk dat we een beetje in de buurt zijn. Want dit was wel weer een heel irritant ongeluk, weet je wel. We hebben wel een truckdealer ontdekt. En dat is mooi. We hebben nieuwe truckdealers ontdekken. Is toevallig een van mijn specialiteiten. Mijn Miranda zegt het ook altijd. Pa, zegt ze. Zoals ik truckdealers kan vinden over de wereld. Zo vind ik truckdealers over de hele wereld. Ja, ik keek in die camera net. Maar dat heeft genut. Want die zien jullie niet. Jammer hè jongens. Rood licht. Rood in je broek. On the road again. Just getting where to get on the road again. Het is groen, maar je kan er niks aan doen. Een kikker in je wagen. Ik ga niet eens meer kijken links en rechts. Ik wil gewoon direct, ik wil gewoon naar Zwitserland toe. Ik had gehoopt op een wat kortere reis dit keer. Maar dat moet je nooit verwachten bij mij, hè? Nooit verwachten dat het in één keer goed gaat. Ah, het is wel een keer de reis naar... even kijken, we waren naartoe. Naar de andere kant van de wereld. In 4 afleveringen van, denk ik, totaal meer dan een uur. Dan hebben we wel zoiets van... Mwah, dat ging wel redelijk goed. Of niet? Kijk, die man gaat me inhalen. Die gaat al veel te hard. Je mag hier 80 en die man rijdt zeker 90. Oh, je mag ineens 100. Ja, dat is zo raar bij Truck Simulator, dan de ene keer mag je 50 en dan echt een paar stappen verder mag je ineens 100. Of dan moet je ineens zachter rijden, weet je wel, we gaan niet naar rechts. Zerrig heet het. Oh jee, we moeten weer een rij op. Ja, mijn Skype staat niet uit. En mensen zitten weer te spammen. Dat heb je dan, hè? En het is nog steeds donker, het is 2 uur 's nachts. Ja, ik hou er ook niet van. Ik weet het, ik kan er niks aan doen voor de rest.
En mensen zitten me te storen op Skype om 2 uur 's nachts. Dankjewel. Ik moet op de weg. Ik moet me op de weg. Weet je wel, je kan niet 2 dingen gelijk. Ik ben geen vrouw. En we zitten op de eerste strook. 1 staat er. Oké. Jij is in. Hoe lang moeten we nog? Moet toch 1,5 uur onderweg zijn we? Oké. Nou, we zitten op de snelweg. Dus we hebben natuurlijk net wat verlies gemaakt in de tijd. Want we werden opgehaald door de wegenwacht. Ik zat echt vast. Weet je, het gaat van mijn tijd af ook, hè? Want ik wil even kijken hoe laat moet ik er zijn. Ik moet er... Oh, holy shit, ik moet er... Oh, nee, wacht. Ik zat verkeerd te kijken. Ik dacht, ik moet er binnen 6 uur zijn nu. Maar dat klopt niet. Ik moet er... Ga je nou eens door, man. Ik moet er tussen... snelheidsboete. Ik mag nu ineens 100, maar omdat ik 95 rijd, mag ik niet. Krijg ik een boete omdat dat stukje niet goed was. Wat een gezeik. Tomaten. Even kijken. Nee, tussen woensdag bijna 8 uur tot 2:30. Oké, dan moet ik de levering doen tussen die tijden. We worden dan verwacht, hè? En we hebben 11 uur resterende tijd. Oh, ik denk dat dat wel goed komt. Dat zou in principe zou dat wel goed moeten komen. Als we maar voor 2:30 die kazerne binnenkomen, dan vind ik het goed. Dan schakel ik heel snel terug hier naartoe. Dan kan ik mijn snelheid in de gaten houden. We hebben dus geen maximale snelheid 100 motormogen. Nou, deze vrachtwagen had voor mij niet eens 100. Er gaat nu 97 en ik hou het gaspedaal kaart ingedrukt. Ala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 l
Ja, we gaan ook nu een klein beetje naar beneden, lijkt het net, hè? Tussen berg en dal vindt ze het met zijn vrachtwagen. Zo. En dat gaat best soepel, hoor. Als je gewoon een lekker bochtje maakt, een stuurtje is toch wel aan te raden, hoor, voor de mensen. Ik weet, je kan dit spel toch niet spelen met toetsenbord? Ik wil het wel een keer proberen, maar ik heb volgens mij nog nooit het spel gespeeld met een toetsenbord. In het begin wel. Toen ik echt de eerste video's ging maken, toen wou ik het doen, maar dat, het is zo lastig, weet je. Moet je, oh, ik wou het doen met het toetsenbord, maar lukt dit. Nee, nee, niet meer, niet meer. Shit. Zijn we nog overeind? Ik durf niet te kijken. Ik durf niet te kijken. Zijn we er nog? Kunnen we nog weg hier? Wacht, 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 wacht. Mensen hebben niet getreurd, niet getreurd. Let op. Let op, let op, let op. Ik ga het halen, ik ga het halen. Let op. Oh, ik hoor echt iets heel erg raspen, zeg maar. Ik zit weer met iets vast, hoor. En ik kan niet goed zien omdat het zo donker is. Mensen, houden ze op met het donkere. Ja, ik probeer van alles, maar het is echt knap lastig, dit. Gaan we het halen? Gaan we het halen? Wie is hier? De chauffeur. Die zijn vrachtwagen uit de pineut haalt. Wie is hier, de chauffeur? Yes. Yes! Ik ben die chauffeur, mensen. Ik ben die chauffeur die dat kan. Die dat ding uit die moeilijkheden heen haalt. Zag je mijn blik, hoe ik keek, hoe ik uitrekende hoe ik mijn vrachtwagenstuur moest draaien? Zag je het? Je kan terugspoelen. Het is opgenomen. Ik ben blij toe. Zo moet je handelen. Wat krijg ik voor melding onderin? Wat is aan de hand? Holy shit. Zoek meteen een werkplaats. Wat is er kapot? Waarschuwing. Bezoek werkplaats. Ik moet een werkplaats bezoeken, maar aangezien we over 19 minuten arriveren op onze bestemming, heb ik zoiets van, gaan we dit weer halen? We zijn bijna in Bern. En ik kan niet twee keer door de wegenwacht worden opgehaald. Dat kan ik niet maken tegenover mijn baas. Dan ben ik mijn jobtalen kwijt. Daar moeten we even op letten, hè. Als we maar niet botsen. En als ik me gewoon aan de verkeersregeling hou. En als deze vrachtwagen nog houdt tot aan Bern. Dan ben ik Bern gezond. Oké.
Ja, Prins Bernhard woont daar ook, hè, lieve mensen, ja. Prins Bernhard zit daar ook, is daar ook een paar keer geweest. Dat vond hij hartstikke mooi om daar te zijn, zo. Hij heeft daar een open vakantie gehad en zo, in Bernhard. Oh, zijn er bijna. Ik wil niet veel zeggen, maar 9 minuten tijd kunnen we arriveren. En 7 minuten zelfs, het wordt nou echt spannend. Hou vol, vrachtwagen, kom op. Kom op, je kan het. Hij trekt echt heel moeizaam op. Maar we gaan... Oh, ik ga stoppen hier. Want het is rood, kom op. Word even groen. Mensen lopen niet lastig van op Skype. Oh, nu zie ik niet wanneer het groen is. Wacht, ik zie het. Heel slim, dat is ook weer vrachtwagen intuïtie, voor dat noem. Ik zie het aan de vrachtwagen. Wanneer die op groen gaat, oranje. Ik zei het. Nice. 3 minuten. Nog 3. 3 minuten voor dat is tof. Oh, motordefect. Zoek zo snel mogelijk een werkplaats. Ik kan nog rijden. Oh, nog 2 minuten. Oh shit. Mijn motor is kapot. En ik kan gewoon nog rijden. Oeh la la. Oeh la la. Vindt ze makkelijk ruig nu. Oh mijn god, dadelijk valt mijn motor uit en mijn motor is kapot. Maakt niet uit. Gewoon de rood. We zijn erbij nog. 1 minuut. Oh, dat kan je niet menen. Oh, kom op. Om de hoek zijn we er. Kom op, houd vol motor. We zijn er bijna. Kom op, je kan niet menen dat je nu zeg maar het niet meer gaat doen. Om mij te fucken. Dat ga je niet menen. Hier is het. Hier gaan we naar links. Houd vol alsjeblieft. Vrachtwagen, houd vol. Waarschuw, we moeten echt op zoek naar een bedrijf die ons repareert. Oh, ik dacht een melding van... Oh, shit. Oké, we moeten goed parkeren. En wat ik ga doen is niet goed. Kom op. Yes! Nou, we hebben in ieder geval goed gedaan. We hebben niet zoveel XP gekregen, want het was niet een lange rit. Het was eigenlijk een kort ritje, maar we hebben wel een beetje XP. We gaan natuurlijk volgende keer zeker weten level 10 halen. En, ja, dat was 306 kilometer wat we hebben gereden in deze video. Best wel wat, weet je. En we hebben 8 uur de tijd erover gedaan. Gaat snel in zo'n video. Brandstof gebruikt 139,2 liter. Oké, klinkt goed. We hebben opdracht voltooid in redelijk. Nou goed mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En tot de volgende keer, vrouw als je voor Vincent. En dan gaan we zeker een grote levering doen, dus houd het in de gaten. Doei!